Sientje Mester van Houten had veel invloed in de Nederlandse kunstwereld. Ze was zelf kunstenares en zat in het bestuur van verschillende verenigingen ter bevordering van de positie van vrouwelijke kunstenaars. Ook gaf ze schilderles in haar atelier. Samen met haar man bouwde ze deze collectie op. En dankzij haar netwerk zitten meer dan 40 werken van vrouwelijke kunstenaars in deze verzameling. Sommige vrouwelijke kunstenaars in de collectie waren familie, zoals Geesje Mester van Kalkar en Laura Almatadema Epps. Van beide waren de mannen ook kunstenaar. En beide kunstenaressen waren academisch geschoold. Laura Almatadema Epps heeft in dit stilleven met spiegel een zelfportret verstopt. Er waren ook kunstenaressen in de collectie die bevriend waren met de mesters. Zoals onder andere Therese Schwartze. Zij was portretist van vooraanstaande mensen, waaronder mensen van het Koninklijk Huis. En hier verbeeldde ze haar nichtje, op een heel intieme manier, in pastel. De reflectie van het licht is prachtig weergegeven op de gitaar, de stof en op de huid van het meisje. Marie Bilders van Bossen woonde in het kunstenaarsdorp Oosterbeek, samen met haar man, die ook kunstenaar was. De mesters bezochten hen er regelmatig. Bilders van Bossen schilderde dit stemmige wintergezicht. Als een landschap bedekt is met sneeuw, lijkt de wereld een stukje stiller. En die verstilling is hier heel mooi weergegeven. De mesters kochten het werk op de veiling na het overlijden van Bilders van Bossen. Een mooie herinnering.